Als jij deze stappen volgt, dan moet het goed komen en kan jij elke week geld verdienen met de Fortnite World Cup. Mooie meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag ga ik jou vertellen hoe jij makkelijker geld kan gaan verdienen in de Fortnite World Cup. Iedereen die een beetje vaak Fortnite speelt, die zal het wel weten dat er elk weekend een Fortnite World Cup is. Elke keer solo, dan weer duo en elke keer zit hier ook een prijspot aan vast. Afgelopen week was de Fortnite Solo Week 5 uh, en hierin ben ik 98ste geworden. Dit betekent dat ik 350 dollar heb verdiend. De week hiervoor was ik best wel consistent en uh, pakte ik ook wel geld. Uh, maar ik ben wel per week wel beter geworden en een hogere plaatsing in de ranglijst gaan krijgen. Vandaag laat ik jou zien hoe ik naar mijn Fortnite World Cup kijk... en hoe ik mezelf verbeter om elke week een hogere plaatsing te behalen. Natuurlijk zijn er wel een paar eisen die je al vast moet... Moet hebben je moet wel de basic mechanics van fortnite weten hoe je moet bouwen een beetje game sense uh, als je helemaal nieuw bent tot fortnite dan gaat het erg lastig worden om wat te gaan verdienen in de fortnite world cup laten we snel beginnen je kan namelijk zien in de fortnite world cup wie de eerste is geworden je kan gewoon de hele leaderboards gaan checken en wat je kan gaan doen in de leaderboard is een match history van een van een persoon uh, bekijken dus ik uh, ja ik sta hier nu bij mezelf ik sta op plek 98 en ik kan hier op match history kijken nu kan je zien wat ik gedaan heb tijdens ...de World Cup. Jullie zien dat ik de eerste vijf potjes... ...bijna geen punten gehaald heb. En dat ik echt alles in heb gehaald... ...in mijn laatste vijf games. Want dan ben ik eigenlijk... ...alleen maar top 10 geëindigd. Wat ik dus doe is... ...ik ga kijken naar mijn eerste vijf potjes. Wat heb ik hier fout gedaan? En waarom lukte het niet... ...om hier ook gewoon consistent... ...een goede plaatsing te bouwen? Het is erg belangrijk... ...dat je dit soort dingen doet. Omdat je meestal tijdens het potje zelf... Niet echt nadenkt hierover. En als je achteraf klaar bent, kan je gewoon rustig hier naar kijken. En kan je echt de fouten uh, zien die je gemaakt hebt in de eerste potjes. En dit niet doen bij de vorige, volgende World Cup. Natuurlijk kijk ik niet alleen maar bij mezelf. Maar ik scroll ook altijd helemaal omhoog. En dan zie je hier natuurlijk de top 10. En gewoon mensen die goed uh, geplaatst zijn. Uh, ik kijk ook al hun replays terug. Kijken hoe consistent hun zijn geweest in hun games. Um, ja, en daardoor leer ik ook gewoon van deze spelers. Als je de World Cup wilt spelen, als je daar mee wilt doen, moet je 300 plus punten hebben in Arena. Je hoeft het één keer te halen, daarna kan je weer helemaal naar beneden zakken. Maar als je één keer Champion Division gehaald hebt, dan kan je de World Cup elke week doen. Wat ik jullie uh, ja, zou aanraden, is natuurlijk gewoon die 300 punten halen, zodat je het kan spelen. Maar daarna zou ik eigenlijk uh, niet echt Arena grinden. Want uh, de Arena games zijn op dit moment echt heel slecht, iedereen pusht. Ehm. Um, en ja, er is eigenlijk bijna geen endgame practice in de Arena game mode. Uh, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen: Atlantis Scrims. Deze hosten best wel vaak custom games. Um, en als je daar een goede host hebt, die echt goede, strenge regels opstelt. kunnen die games echt goed zijn om te practicen. Dan heb je soms wel 40 tot 50 man moving zones. Probeer dit zo vaak mogelijk te doen, want hierdoor ga je echt wennen aan wat er gebeurt uh, in de Fortnite World Cup. In de uh, qualifiers van de World Cup zijn mensen nog wat meer agressief, ze pushen nog best wel veel. Maar let op, in de finals gaan ze heel erg passief spelen en heb je echt vaak 50 tot 40 man moving zones. Natuurlijk is het belangrijk dat je je edits en je aim alles uh, allemaal on point hebt. Uh, maar ga niet overdrij ja, overdrijven eigenlijk met je editen. Je kan natuurlijk wel al die editmaps grinden om je edit echt helemaal on point te krijgen. Maar uh, als je gewoon normaal kan editen, normaal kan aimen, kan je al heel ver komen. En uh, ja, ik zou eigenlijk het meest practicen op je rotation die je gebruikt in je endgame. Ik kan nu wel gaan voordoen wat ik allemaal doe in de endgame: hoe ik roteer, uh, hoe ik high ground pak en wat ik allemaal doe. Maar meestal zijn het ook gewoon. Uh, personal preferences, wat je zelf wilt en wat zelf voor jou fijn speelt. Dus zoek gewoon een speelstijl die goed bij jou past. Misschien ben je wel een uh, hele aggressive player die gewoon iedereen pusht en zich daar ja, fijn bij voelt. Doe dat dan gewoon. Um, ja, ga je niet anders aanpassen. Dan is er nog één belangrijk ding, dat is eigenlijk je mindset. Wees niet bang in de Fortnite finals. Um, wat ik heel vaak zie is als ik iemand weak heb en ik ga hem pushen, het enige wat hij de hele tijd doet is wegrennen. Hij blijft maar wegrennen en schiet niet terug. Krijg daar een soort van, ja, je krijgt daar een soort van boost door. Van, oh je weet, deze is. Goos is niet echt zelfverzekerd, weet je wel. Deze kan je makkelijk pakken. Dus ja, laat je altijd niet een soort van domineren, maar vecht gewoon terug. Hit hem een paar keer en dan zakt die persoon al best wel snel gewoon af. De nummer 1 tip die ik jullie dus kan geven, dat ik net ook al zei, kijk de replays van andere mensen. Kijk de livestreams van andere mensen. Want ik zeg je heel eerlijk, hier leer ik zelf het meest van. Speel veel scrims. Heel veel en kijk zoals ik al zei die replays terug van mensen die hoge eindig zijn. Onthoud dat het ook heel veel te maken heeft met geluk. Je kan niet elke week gewoon super goed eindigen. Je ziet ook pro spelers die soms uh, top 10 zijn en de andere keer weer top 300. Het, het ligt er ook aan. Krijg je een langsbed in de game? Krijg je een rift? Um, maar je moet natuurlijk zelf ook goed zijn. Je moet uit een slechte situatie een goede situatie kunnen maken. Um, maar hou er rekening mee dat het erg lastig gaat worden om elke week maar in die top 100 of die top 10 te eindigen Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het beter worden in de Fortnite World Cup En uh, ja, zorg gewoon dat je alle replays hier bekijkt En dat je dan misschien volgende week wel voor de eerste keer wat geld kan pakken in de Fortnite World Cup Ik zeg jullie heel eerlijk, het is nog nooit zo makkelijk geweest om met een bepaalde game geld te verdienen Want als jij door bent naar de finals, dan zit je in de top 3000 En van deze 3000 krijgen er al 2000 sowieso geld het is echt, uh, ja, als je het een beetje krijgt, best wel makkelijk om geld te pakken. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes. Uh, en laat het mij weten als, jullie, als deze tips jou geholpen hebben. Misschien dat ik ooit een weekje tussendoor ga streamen. Maar ik stream het uh, bijna nooit, omdat ik gewoon volle concentratie wil op de game... Ehm. Um... Dus helaas dat jullie niet met mij mee kunnen kijken. Ik ben erg benieuwd wat ik deze week kan gaan doen met de Fortnite World Cup. Het is namelijk duo's. En ik speel samen met ECV Tim, waarmee ik nu uh, best wel lekker speel. Dus we gaan natuurlijk gewoon proberen een goede plaatsing te behalen. En uh, ja, dat is het eigenlijk voor nu, jongens. Bedankt voor het kijken. Gebruik deze tips. En uh, zorg dat jij beter wordt in de Fortnite World Cup. En uh, ja, pak wat geld elke week, jongens. Het is altijd lekker om mee te nemen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer bij een nieuwe Fortnite livestream of video. Ja.